Als je die voor de eerste keer ziet, dan raak je toch wel even in de war. Maar het went wel als je hem wat meer ziet. Hij zit te grijnzen op de groentekar van de groenteman die met zijn waren vent en zingt op zachte toon een woordloos lied als hij het oude paardje ment. De mensen geven hem een kleine fooi, een dubbeltje, daar koopt hij spekjes voor. Niet veel voor iemand die al 30 is, maar ja, dat heeft die suffer toch niet door. Hij lijkt wat op een oude herdershond, die kwijlend elke dag zijn trouw bewijst. En in zijn hoofd en in zijn open mond speelt steeds die onvoltooide wijs. S'avonds zo tegen een uur of 5, als alle klanten weer geholpen zijn, dan mag hij van die goeie groentebaas sorteren achter in het magazijn. Hij pakt dan met die grijns op zijn gezicht een kist met de eerste keuze exportfruit en haalt er dan terwijl hij zachtjes zingt de rattenvruchten uit.